Doordat het kabinet vanaf komend weekend een avondklok gaat invoeren, zijn avondwinkels de klos. Ze zagen, sinds ze in de avond geen alcohol meer mochten verkopen, de omzet al drastisch dalen. Maar nu moeten zij, juist in de uurtjes dat zij het geld moeten verdienen, ook nog sluiten. Ook voor de Rania-markt aan de Patershotseweg is het overleven geblazen. Omdat ik heb ook 3 personeel. Ja. En ik heb ook gezien, ik ga niet kijken en denken, ik ga winst maken. Ik moet vechten voor de kosten betalen. Dat is voor mij het belangrijkste. Toch is de avondklok voor Galit niet eens het grootste probleem. Dat is de verkoop van alcohol. Sinds 13 oktober mag dat niet meer na 8 uur 's avonds. De beste winst van die avondwinkelen is gewoon winst met alcohol, zeg maar. Ja. Wijn en biertje, weet je die. En de voor sigaret, wij verkopen wel, maar wij verdienen niet. Galit hoopt dat de avondklok helpt om het coronavirus terug te dringen. Hij is blij dat hij zijn winkel tijdens de crisis altijd heeft kunnen openen. Hij ziet dat het ook anders kan. Want die kijk maar horeca. Die zijn allemaal dicht. Ik ken die horeca, die is een buurman. Hij is alles weg. Dus nu hij zit thuis en een huis verkocht. Auto weg. Alles weg. 0,0. Voor zijn eigen bedrijf vreest Galit voorlopig nog niet. Wij zijn 21 broers en zusje. Wij kunnen altijd samen helpen. Ik kan volhouden.